Hallo, ik ben Wart van de jeugddienst en ik ga vandaag jullie leren jongleren met 3 balletjes. Dat allemaal omdat jullie nu toch een paar weken binnen moeten zitten. Dus dat ziet er zo uit. Stap 1. Je neemt de bal in je rechterhand. Je maakt een boogje naar je linkerhand. En van links naar rechts en van rechts naar links. Doe dit een paar keer. Tot je precies weet hoe de bal in je hand terecht komt. Stap 2. Nu nemen we een tweede balletje erbij. Neemt in elke hand een bal en je doet hetzelfde. Wanneer de eerste bal op zijn hoogste punt is, dan gooi je de andere bal erachteraan. Zo. Vergeet vooral het boogje niet. Stap 3. Namelijk met 3 balletjes leren jongleren. Dus je neemt de 2 balletjes in je rechterhand en die je rechtshandig bent. En anders neem je 2 balletjes in je linkerhand en die je linkshandig bent. Dan gooi je het ene balletje in de hoogte. Het andere kruisje en op het moment dat het tweede balletje zijn hoogste punt bereikt, gooi je het derde balletje erachteraan. Ga eens voordoen. 1, 2, 3 en balletje vangen. Tijd voor een paar tips. Hou je handen naast het lichaam. Je schouders niet opgetrokken en vooral trek geen hekkenbekken, want anders lukt het niet. Voilà, nu kan je jongleren met 3 balletjes.